Carvers. Jean Carvers. Jean Carvers. Ja. Uit Limburg, hier aan tafel, samen met zijn dochter. Ja. En hij is nog zoekende wat hij wil gaan zingen. Of het nou Engels moet gaan worden, of Nederlands, of Duits, of rock, of country, of Frans, of Vlaams. Ja, nou, ik hoef er niemand mee lastig te vallen, want ik kan het gewoon zelf schrijven. Nou, dat doe je ook zelf. Ja. Je hebt ook een plaat gemaakt nu, een Nederlandstalige plaat, een Duitsstalige plaat over je moeder. Ja, Danke Mama. Ja, Danke Mama is eigenlijk ontstaan uit het lied Limburg, Mijn Hart. En de studio Royal Music Production, waar ik veel contact mee heb, die hoorde dat lied in een ruwe demo. En zij waren zo enthousiast dat we het lied eigenlijk in vier versies gaan uitbrengen. De eerste basis oorspronkelijk zou zijn dus Limburg Mijn Hart. En Danke Mama komt voort uit het feit dat wij een Duitse tekst wilden schrijven. En in Duitsland kun je natuurlijk niet aankomen met Limburg Mijn Hart. Dat matcht niet helemaal, zullen we maar zeggen. En toen bedacht ik van, nou weet je, we gaan er een Duitse tekst op schrijven. En ik benader daarvoor Sabina Reithofer, een Oostenrijkse tekstschrijver, waar ik heel nauwe contact mee heb, een hele goede relatie mee heb. En ik legde haar voor van, de tekst zou zo en zo een beetje in elkaar moeten zitten. Nou, ze is ermee aan de slag gegaan. En Sabina heeft er een fantastische tekst op geschreven. En toen hadden we Danke Mama erbij. Zijn nou die Duitse muzikanten en artiesten en tekstschrijvers heel secuur in dingen? Is daar moeilijk contact mee te leggen? Nee, ja, persoonlijk niet natuurlijk. Hè. Voor mij is Duits spreken niet zo'n probleem. Wel natuurlijk is dat de grammatica in het Duits, zoals wij het zeggen, ook bij onze Limburg aan de grens, is toch heel anders dan het standaard Duits schrijven. En het is het mooie van Oostenrijk, hè. Daar schrijven ze het ook eigenlijk weer net op zijn Oostenrijks net even anders, maar zijn wel standaard Duits geleerd. Dus die kunnen eigenlijk beide kanten op. En daar is Sabina een kei in en heeft ook al voor menigeen grote artiesten teksten geschreven. Dus die samenwerking is perfect. Ja. En hoe kun je nou aan die mensen, hoe leg je die contacten dan? Ik probeer hier en daar vriendelijk te zijn. Probeer ik dat, ja. En als je een beetje vriendelijk bent, dan staan mensen altijd wel voor je open. En is dat moeilijk tegenover een Germaans publiek? Nee, helemaal niet. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Nee. Maar, ja, men zegt, althans, vele mensen proberen dat. Er zijn ook heel veel Nederlandse artiesten die in Duitsland succes proberen te krijgen. En heel veel Nederlandse artiesten lukt dat. Smit bijvoorbeeld, Triës. Er zijn ook Tilburgse artiesten die dat proberen te doen. En de ene lukt dat goed en de andere lukt dat niet. Wat moet je nou in huis hebben als Nederlander om in Duitsland succes te hebben? Respectvolle omgang. Een Duitser is heel duidelijk, die is geordend en die is duidelijk in wat hij wilt. Ja. Het is ja of het is nee. En als je hem in respect benadert, vriendelijk benadert, dan zal hij je altijd op de juiste manier terug behandelen. Ja. Kijk. En er zijn mensen, en wij Nederlanders, ja. We zijn een handelend volk van de VOC-tijd, overal ter wereld wel geweest. En we, met alle respect, maar ik denk dat wij misschien net eventjes te snel gaan voor andere landen in een andere cultuur. En die Duitser die remt dat ook graag af. Ik denk dat ik begrijp ook wat je bedoelt. Bij ons te Hause, hè? Ja. Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Goed, ja. Dank je mama, we gaan eens luisteren naar die plaat en dan gaan we over naar het volgende, want je zit hier niet alleen voor jezelf, want je hebt ook nog wat anders te vertellen vandaag, geloof ik, heb ik begrepen. Ja, ik heb twee geweldige dochters en die vertelde ik deze zomer een verhaal van mijn zus die onlangs in maart is overleden, hoe haar leven verlopen was. Mm-hmm. En mijn zus die heeft nogal wat
wat pech in haar leven gehad. Een verschrikkelijke ziekte van bijna 20 jaar aan kanker. Daarvoor twee huwelijken die uit elkaar zijn. Of twee echtscheidingen. Van alles wat in haar leventje gebeurt, wat toch een hele zware ballast was. Nou, ik vertelde mijn dochters hoe dat een beetje verlopen was. En twee dagen later, toen kwamen ze ineens met een briefje: pap, we zijn een liedje aan het schrijven. En vanuit die tekst die ze mij lieten horen, kwam de regel... Even kijken. Laten we dat zo meteen doen. Ja. Laten we eerst luisteren naar Dankeman. Ja, ja? Goed. En dan gaan we zo meteen over die tekst praten wat jij zo meteen wilt vertellen. Ja, is goed. Zien Curvers en Dankeman. Die laat ik jou even horen. Ik kwam er even niet op. Goeie bak. Ik kwam met de motor. Ja, dat doe ik.